Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Mijn naam is Victor, achter de camera zit Gerard en wij zijn vandaag aan het bieten rooien. Die trillen ook een beetje, zeg maar, om de biet zo goed mogelijk omhoog te zitten. Dus ze doen nu dit, dan staan ze afzonderlijk van elkaar. Links en rechts, ja. Dan ben je dit niet zo. Dan gaan de bieten, doet ze even dit doen, in de grond, ja. Even los, en dan verder. Alle kanten op. Ja. Dan kan je hier nog zien. Ze komen wel op de zon en dan als ze onder de zon gaan, dan gaan ze een beetje rommelen. Ja, ja. Dan gaat door de hele zon door. Ik ben wel een beetje onder de indruk van die machine. Het is wel eigenlijk een vrij simpele, of relatief gezien eenvoudige machine. Dus dat hebben ze eigenlijk al maar vaak wel redelijk goed gedaan om het toch wel iets heel moeilijks heel simpel te houden, zeg maar. Ja. Geef even een reactie hieronder of het interessant zou zijn om heel de bietencampagne te laten zien. Met de vrachtwagen en het laden en lossen en de bietenfabriek en heel die rambam bij elkaar, zeg maar. Drink je suiker en koffie, geef het filmpje even een dikke duim. Ik zou zeggen, tot volgende week. Ja, het went toch niet, hè, die klei aan je schoenen iedere keer. Het is echt... Hoezo? Ik ben je verder een beetje aan kan wennen. Ja, ik ben eruit getrokken, hè, dus... Gadverdamme.